Dag sê, die vakantie is amper voorbij en ons vertrouw dat jullie allemaal lekker uitgerust het vir die nuwe jaarse bedrywighede. Ons wil ook dankie sê vir al die kerskaartjies en al die goeie wense wat ons ontvang het. Jullie het seker allemaal al gehoor van die Nationale Jeugorkes. Hulle is een groepie uiters begaafde jong muzikante wat al verskeie oorseese toere onderneem het. En vanavond toer ons so 'n bietjie saam met hulle. In 1964 het die Suid-Afrikaanse Vereniging van Musiekonderwijzers in samenwerking met die destijdse Departement van Onderwijs, Kunst en Wetenskap een Nationale Jeugorkeskursus ingestel. Die doel daarvan was om jong muzikanten die geleentheid te gee om saam te werk, opleiding te kry in ensemble en orkestwerk en om in die openbaar op te tree. Uit hierdie jong mense sou noodwendig ook die orkestlede van die toekomst getrek word. Dit sou ook lei tot die totstandkoming van een Nationale Jeugorkes. Op die 10e Nationale Jeugorkestcursus is hierdie ideaal verwezenlijk. Een Nationale Jeugorkest is gekies en hulle is uitgenooi om deel te nemen aan een internationale feest voor jeugorkesten in Aberdeen, Schotland. Concert is ook gehou in Londen en in Europa. Hier oefen hulle onder leiding van gastregent Alberto Boulet aan die symfonie nummer 8 in G-majeur van Dvorak. Uiteindelijk na al die harde werk op pad naar Europa. Daar is onder andere concerten gehou in Aalst, België en in Barcelona, Spanje. Maar alles was daarom niet net werk nie. Uit hierdie prachtige kathedraal in Aalst het die klanke gekom van ons eie Nationale Jeugorkese muziek. Ook in Londen is hierdie muziek gehoor. Plekke waarvan voorheen nog net gehoor is, het 'n werklikheid geword.
En het alles deur die gawe van musiek. Speakers Corner, wat enige jong Suid-Afrikaner se bloed kan laat koek. Maar as jy dan nie self op 'n seepkussie kan spring om jou sê te sê nie, dan lag jy maar liefs vir al die sothede wat hier kwyt geraak word. Gelukkig is daar ook in die hartjie van Londen, en dit nogal aan die voet van Lord Nelson se standbeeld, 'n plek waar mens Afrikaans kan sien. Ten spyte van alles wat in Europa en Londen gesien en gedoen is, was die hoogtepunt van die toer toch maar in Aberdeen, waar die internationale jeugorkestfeest plaasgevind het. Ook nie 'n vermoeiende treinreis van 10 uur kon die geestdrift demp nie. Hier in Aberdeen het die eintlike dinge plaasgevind. Saam met duisende ander jong musikante van dwars oor die wêreld is musiek geëet, gedrink en geslaap. Die granietstad word hy soms genoem, met rye en rye enerse skoorstene en enerse huise. In die hartjie van Ou Aberdeen by die universiteit is daar hard gewerk, want alhoewel daar geen amptelike kompetisie was nie, wou elkeen tog gehad het, sy landse orkes moes die beste wees. Een vroege ochendbezoek aan die vismark het daarom ook gesorg vir die nodige afleiding. In Seaton Park is nie net konserte gehou nie. Baie toerromanse het ook hulle beslag hier gekry.
Als er geen competitie op muzikale vlak was, nie, het die internationale botsing tussen Zuid-Afrika en Polen daarvoor vergoed. Die feit dat die Israëlse gastregent Avi Ostrovsky voor Zuid-Afrika gespeeld het, het echter niet veel gehelp nie. Gelukkig is haar daarom meer als net muziek geëet en gedrink. Als het niet voor al die Schotse kastelen was nie, zo mens makkelijk kon zeggen, dit lijkt maar net zoals bij ons. They have perfumes too. What a beautiful rose. Rose is like music. You know, the petals is like a phrase. And the fragrance is like a whole symphony. It's a perfection. And the fragrance is not only like when we hear a beautiful piece of music, but when we think that we are so near nature, so near God. A rose is the real gift of nature to man. And you can see here you have thousands and thousands of roses. You never know what is the more beautiful one. If Bach, if Beethoven, or Stravinsky, they're all beautiful. Met hierdie woorden van Alberto Boulet of Maestro, zoals hij beter bekend gestaan het onder de orkestleden, het allemaal samengestemd. Dit was toch waarvoor hij daar was, om muziek te maken. Enige muziekliefhebber zou trots wezen op ons jong mensen, want alhoewel die tour baie hoogtepunten gehad het, was haar één bijzondere aan toen Zuid-Afrika aan die beurt gekomen en zelfs een handjievol betogers achtergekomen dat er niet in die macht van muziek bestand is niet. Die toe 14-jarige Piet Koornhof speelt nu samen met die Nationale Jeugdorkest van Zuid-Afrika die vioolconcert nummer 1 van Max Broeg.